Conclusion adopteert dit jaar twee podia, de Amazon en de Congo, met een fantastische programmering. Ook op zaterdag hebben we een aantal highlights. Donny McCaslin treedt op in de Yenisei. Donny is een tenorsaxofonist uit New York. Heeft al meer dan 10 albums onder eigen naam uitgebracht, maar stond nog nooit onder eigen naam op Noordzee. Hij speelde met grote namen, met Gary Burton, met Maria Schneider. Maar het afgelopen jaar was hij eigenlijk werd hij het meest bekend omdat hij op Black Star meespeelde, het album van David Bowie. Hij geeft ook een Q&A eerder op de avond waarin hij een aantal vragen zal beantwoorden. Maar ga naar dit concert. Donny McCaslin, onder andere met Jason Lindner op keyboards, enorme aanrader. Aruan Ortiz is een Cubaanse pianist. Er zijn de afgelopen jaren ontzettend veel jonge, spannende Cubaanse pianisten die in opkomst zijn in de jazz. Veel werken ze vanuit New York, zo ook Aruan. Aruan mengt klassieke muziek met invloeden van Ornette Coleman, Thelonious Monk. Hele spannende muziek, in trio-bezetting gespeeld. Bracht een prachtig album uit, Hidden Voices. Allemaal even naar de Yenisei voor Aruan Ortiz. Jacob Collier staat in ons Future Soul-programma in de zaal Madeira. Dat opent hij. Jacob is een hele jonge jongen uit Engeland. Toetsenman, maar multi-instrumentalist. Zingt ontzettend goed. En grote artiesten als Herbie Hancock die hebben hem opgepikt. Pat Metheny is fan. Maar nog bijzonderder, Quincy Jones heeft hem onder zijn hoede genomen. Hij is bekend geworden als tiener via zijn YouTube-kanaal. Check allemaal even Jacob Collier op YouTube. Niet te missen, zijn debuutalbum komt op 1 juli uit. Hiatus Coyote sluit de Darling-programmering af. Ook weer in het Future Soul-programma. Het is een band uit Australië met een hele bijzondere zangeres. Met tattoos, met piercings, met een wonderlijk kapsel. Maar luister naar die stem. Luister naar haar gitaarspel. Dit is echt een van de spannendste actuele soulbandjes die ook nog crossovers maken naar trip-hop, naar hip-hop, naar funk. Grote namen zoals Erykah Badu en Questlove zijn fan. Hiatus Coyote, ze stonden er al in 2013, maar die moesten terugkomen op Noordzee. Ga ze kijken. En als laatste nog even een tip voor de nieuwe festivalbezoeker. Mensen die al vaker waren op Noordzee Jazz weten inmiddels hoe ze zich moeten bewegen. Maar was je er nog nooit? Laat je niet gek maken door het blokkenschema van 50 bandjes per dag. Maar kies een stuk of 6, 7 bands uit die je echt wilt zien. Zorg dat je op tijd bent. Soms staat er een rij voor de deur. Maar zorg dat je op tijd bent en binnenkomt in die zaal. Mocht je het niks vinden, dan kun je altijd nog ergens anders naartoe. Maar dan heb je in ieder geval de concerten gezien die je echt wilde zien. Het is echt onmogelijk om alles te zien, helaas. Dus maak een goede keuze.